Ik ben Chris Denies en ik ben medewerker van de Federatie van Onafhankelijke Methodescholen. Wij groeperen 20 scholen basisonderwijs en dat zijn scholen uit het vrij onderwijs. Dat gaat om Freinet-scholen, projectscholen en ervaringsgerichte scholen. Er zijn zeer grote verschillen als het gaat om schoolinfrastructuur. Tussen scholen ja, die toch wel een heel mooie en goed uitgeruste schoolgebouw zit. En je hebt ook andere scholen waar het water binnencijpelt, vochtige muren, verzakking, die zijn er ook en die zich moeten behelpen met containerklassen op veel te kleine speelplaats. Een assertief pandenbeleid door de overheid vind ik hier terug in jullie voorstel, is een van jullie resoluties voor jullie partijcongres. Zeer goed voorstel. Ja, jullie zijn, vermoed ik, de enige die dit doen. Veel meer mensen zouden zich daarachter moeten zetten, want op die manier creëer je de mogelijkheid dat schoolbesturen hun eigen pand, hun eigen schoolinfrastructuur overdragen aan de overheid. Ja, en op die manier hebben ze meer financiële ruimte met hun werkingsmiddelen om hun werkingsmiddelen te gebruiken waarvoor ze dienen. Namelijk de alledaagse, de dagelijkse klas- en schoolwerking binnen een school. Daar dienen juist die werkingsmiddelen voor. Een punt van kritiek is uiteraard, ja, is het allemaal financieel haalbaar voor de overheid, maar je zou kunnen starten met een pilootproject, waarbij aan een beperkt aantal scholen, een aantal regio's, de kans wordt geboden om een schoolinfrastructuur over te dragen aan de overheid. Ik vermoed dat nogal wat scholen, als ze daar in alle vrijheid kunnen over beslissen, dat nogal wat schoolbestuur daar wellicht zullen op ingaan. Juist omdat er meer financiële ruimte vrijkomt. Ja. Dat is één. Een tweede is, wat is moet gebeuren, dat er eens een studie komt over schoolinfrastructuur, over de financiering van schoolinfrastructuur. Die is er nu niet. Dus dat wil zeggen dat de overheid heeft geen zicht op, kijk, we hebben de afgelopen decennia heel veel subsidies verleend aan schoolbesturen om een schoolinfrastructuur te kunnen aankopen. Maar naar waar zijn die subsidies? Blijven die binnen die schoolbesturen? Is daar winst mee gemaakt? Ja, eigenlijk zou dit hier eens in kaart moeten gebracht worden. En daar zou een studie moeten over gebeuren die er tot nu toe nog niet geweest is. Het is hoog tijd dat dit gebeurt.